Daar hebben ze overigens ook al een deel van gehad, want de gorilla's die slaat altijd binnen. Binnen ligt aan de andere kant van het eiland. Dan komt u nog langs, kunnen we gewoon binnenkijken. Maar voordat ze naar buiten gaan, strooien wij het een en ander aan de bladgroenten, strooivoer, heel veel takken op het eiland. Want de gorilla's moeten altijd, altijd kunnen eten. En ze zijn er ook dol op de bast en de bladeren van bijvoorbeeld wilgen, eiken en beukentakken. Die roosterkatten die hebben blauwe ballen. Dat hoort overigens zo hoor, bij die soort. Maar als ik een gorilla was geweest, waren ze al lang een stuk blauwe van mij. En ze steunen elkaar constant. Ze zijn constant met z'n tweeën. Er is geen andere gorilla die dat jonge gorillaatje hebben. Ja. Maar goed, ik heb nu een beetje gooibaar spul bij me. Je ziet dat alle gorilla's. Je ziet dat alle gorilla's wijdverspreid op de voederplek zitten. Dus niet hier vooraan op een rijtje om het wat makkelijker te maken. Het feit dat ze dat doen, dat heeft te maken met de rangorde in de groep. En het is gewoon heel slim. Om niet naast Jumbo te gaan zitten, want dan kom je echt niet aan de bak. Sterker nog, want al zit je een stukje af van Jumbo, heb je ook kans dat je niet aan de bak komt. We gaan proberen ze ook zo goed mogelijk te verdelen. Alle dieren hebben dus een eigen rang, met Jumbo als leider. Jumbo als leider kan gaan staan en zitten waar hij wil. Hij kan ook inpikken wat hij wil in feite. Kijk, hij komt al een stukje naar voren.